Kerken raken steeds leger en de ontkerkelijking neemt toe. Volgens de nieuwste cijfers ziet meer dan de helft van de Nederlanders zich niet meer als religieus. Toch hoeft de kerk dit niet hopeloos en stilletjes te laten gebeuren, want ze hebben volgens Andries Knevel iets bijzonders in handen. Goedenavond, meneer Knevel. Hoi. Wat is dat bijzondere? Nou, je zegt het iets te wijd. Niet alle kerken hebben iets bijzonders in handen. Ja, ze hebben het evangelie. Ja. Maar de kerken die heel iets bijzonders in handen hebben, dat is de Revo-zeil. Dat zijn de Revo-kerken. Dus de reformatorische kerken. Ik maak jouw gewijdse uitspraken maak ik ietsje kleiner. Nou, ja. Gaan we straks even op in. Want ja. Vandaag werd bekend dat de ontkerkelijking in Nederland doorzet. 60% van de Nederlanders acht zich niet meer religieus. Wat zegt dat? Dat de trend, die we al sinds de jaren 60 zien natuurlijk in Nederland, dat die trend doorgaat. In die zin zijn die cijfers voor ons niet zo verrassend. Maar er zit nog geen rem op. Kijk, als je die cijfers wat gaat analyseren, dan zie je dat het helaas, moet ik zeggen, voor mijn katholieke broeders en zusters, daar een stuk sneller gaat dan in de protestantse wereld. Daar valt het nog mee. Maar die volgt toch altijd een paar jaar later? Maar die protestantse wereld, die volgt. Ja. En je ziet ook, wanneer het uitsplitst naar leeftijd, dat ook in de protestantse wereld het aantal gelovigen in de 75-plus sector hoger is dan in de 1825. Ja. Dus wat dat betreft zijn het over het algemeen genomen, over de hele protestantse wereld, laat ik het daar even op houden, zijn het natuurlijk geen positieve cijfers. Nee. Nee. Is dit een wereldwijd beeld of is Nederland Europa een uitzondering? Nee, dit is geen wereldwijd beeld. West-Europa, ook Oost-Europa, laten we zeggen Europa is een uitzondering op de ontwikkelingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar komen namelijk per dag, het is een cijfer, ik heb het onderzocht allemaal, er komen per dag zo ongeveer 80.000 christenen bij, wereldwijd. Dus in de hemel wordt er alleen maar gejuicht. Want er moeten 80.000 keer moeten gejuicht worden voor één zondaar die zich bekeert. Blijdschap over één. Er is blijdschap in de hemel. Er is 80.000 keer is de blijdschap in de hemel vanwege al die gelovigen die erbij. En dat is netto, hè? Dus dan is het afval eraf. Dus Europa is een uitzondering. En ik denk dat Noord-Amerika ook een uitzondering gaat worden. Dus je moet eigenlijk kijken onder de evenaar, om het zo maar even te zeggen. Ja. Bijvoorbeeld Azië. Daar komen veel christenen erbij. Wat is hun geheim? Ja. Kijk, er wordt natuurlijk gezegd, dat zijn allemaal landen, Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, die nog niet door de verlichting heen zijn gegaan. Hè? Waar het verstand nog een beetje geparkeerd is en de mensen op een naturelle, wij zouden misschien zeggen, wat naïeve manier geloven. Ik bedoel, Messi die heeft beleden dat de wereldtitel voor Argentinië uit de hand van God is gekomen. Nou, dat zullen we in Europa niet zo snel zeggen. Dat zeiden we ook nooit zo snel. Dus er wordt gezegd, de verlichting, het verstand, moet nog komen. Ik denk dat voor een deel ook waar is. En tegelijkertijd zie je dat in die landen, laten we zeggen, de persoonlijke band met God, de persoonlijke band met Jezus, sterker is tot nu toe, dan wij die hadden. En in Europa was christelijk geloof natuurlijk ook voor een groot deel, was het al een soort cultuurgeloof. Je hoorde erbij, Europa was christelijk in naam. En de vraag was of je hart daarin meekwam. En dan heb ik het over de ontwikkeling van 100 jaar in Europa. Ja. Ja, en je moet constateren dat als dat niet zo is, dat de mensen afhaken omdat ze zich afvragen, wat is nou eigenlijk het nut van geloof? Oké, nou dan even naar die reformatorische cel, waarvan u zegt, die heeft goud in handen. Zeker. Wat is daar het geheim dan? Het geheim van de reformatorie. Kijk, we leven in een cultuur waarin ontzettend veel vragen op ons afkomen. Ja. Op ons hoofd, op ons hart. Wat is het nut van geloof? Om het maar eens heel populair, populistisch te vragen. Als je al die vragen op je af ziet komen, dan heb je als gelovige, jij en ik, hebben een soort cocon nodig. Je hebt een soort bescherming nodig. Je hebt een vorm van discipline nodig. Je hebt gelijkgezinden nodig om je heen. In iedere leeftijdsfase ook. En wat de reformatorische zuil heeft georganiseerd, of wat er ontstaan is dat in die groep er nog een vorm van discipline is. Ja. Nog een vorm van heel veel jongeren in de kerk. Ze hebben de scholen. Het aantal jongeren met een middelbare opleiding. Middelbare, dus heb ik niet eens alles genoemd. Maar een middelbare opleiding is 25.000 tot 30.000 jongeren op een reformatorische school. Dus ze hebben een structuur ontwikkeld die we als mens allemaal nodig hebben. Ja. Ik heb ook discipline nodig, hè? Ja. En jij hebt ook discipline nodig. Anders dan verwatert het. Nou, die zuil, die Revo-zuil, zit op dit moment. Die onderhoudt en beschermt dat. Zit op dit moment heel goed. Je zou kunnen zeggen, van dat is meteen het nadeel ook. Want als je in je eigen zuil terugtrekt, dan ben je niet dat zoutend zout
En het licht, zoals in de Bijbel. Nee, dat klopt. En ik heb de stelling dan maar even gehuldigd een paar weken geleden. Laat dat zout dan maar eventjes in het zoutvaatje zitten. Zodat je met elkaar inderdaad nog die christelijke identiteit vormt. Want je ziet dat gemeentes die heel openstaan naar de cultuur. Ja. Met de beste bedoelingen. Missionair. Dat daar de achterdeur redelijk open staat. Ja. Dus mijn collega Thijs van der Brink zei, je moet eerst de verdediging op orde hebben, wil je weer gaan aanvallen. Dat is een voetbalterm. Maar goed, daar begrijp ik wel iets van. Dus ze mogen blij zijn dat ze... Dus er is van alles negatiefs te vertellen. Ja. Maar ik wou deze keer maar eens de positieve kant van de Revo-zuil. Ja. Ja. Want aanhaken bij het eerste onderwerpje, de ontkerkelijking. Bent u niet bang dat dat ook die Revo-zuil gaat raken? Vooralsnog niet, nee. Want nee, vooralsnog niet. Dat komt ook omdat in de Revo-zuil er één hele belangrijke theologische vraag is. Dat is de vraag... hoe krijg ik een genade God? Of anders geformuleerd, heel misschien iets te plat geformuleerd, hoe kom ik in de hemel? Nee. Of wat is de rechtvaardiging van de goddeloze? En op het moment dat dat type vragen dominant zijn, dan is er naar mijn mening, en ik zie dat ook gebeuren natuurlijk, dan is er naar mijn mening iets wat als het ware samenbindt, maar ook wat je weerhoudt om te snel de wereld in te trekken. Kijk, ze gaan uit die gemeentes wel naar randgemeentes, naar de Gereformeerde Bond, naar soms naar de Christelijke Kerk. Maar het aantal wat helemaal de kerk vaarwel zegt, dat is niet zo groot. Dus wat dat betreft hebben ze goud in handen. Ja. En kunnen ze dus ook een voorbeeld zijn voor andere kerken? Want ja, u schetst eigenlijk een beeld waar ook de jongeren binnen de kerk blijven. Ik denk dat op dit moment de jongeren het meest in de kerk blijven in de Revo-zuil. Ja. En voor een deeltje... in de evangelische beweging. Mm-hmm. Alleen die evangelische beweging die heeft zoveel van de cultuur geïncorporeerd in hun vormen. Ja. En die doen het op het moment goed. Maar er zijn ook sociologen die zeggen, ja, maar houden ze het dan 10, 20, 30, 40 jaar vol op deze manier? Ja. Terwijl die Revo-zuil het een hele tijd heeft volgehouden. En ik denk, nog zal volhouden. Ja, want je moet dus investeren in je jeugd. Ja. Die erbij zien te houden. Je moet ze erbij, maar dat wil iedere kerk. Ja. Dat willen ook de Christelijke Kerk en de PKN. Met heel veel pijn en moeite. En in heel veel gemeentes lukt dat dus niet meer. Ja. Maar dat komt omdat in die Christelijke gezinte, in die Revo-zuil, er allerlei peers zijn. Groepen, jongeren, die bij elkaar zitten. Op de school of verder ook op de verenigingen. Waarbij ze elkaar ook een beetje vasthouden. Ja. In je eentje geloven. In deze cultuur. Anno 2022 is een lastige zaak. Mm. Dus ook als je zelf intern wat afgehaakt bent, vanwege allerlei vragen, dan zit er toch iets weerhoudends in de groep of in de zuil. En je kunt met elkaar praten en elkaar bevragen over de relatie met God die je hebt. Ja, ik denk dat dat niet zo snel gaat. Ja? Want dat is een beetje, het is een beetje evangelische taal die je nu huldigt. Je moet het iets anders formuleren wanneer het gaat over de Revo-zuil. Maar soms kan je iets vertellen over wat God aan je ziel gedaan heeft. Als u zelf een kerk zou mogen starten, waar zou die dan beginnen? Zou die in die Revo-zuil beginnen, in de evangelische zuil of misschien daarbuiten nog? Ik heb geleerd dat je nooit op een stelvraag moet antwoorden. Ja. Nee, dus stel dat, weet ik niet. Nee. Antwoord nooit op een stelvraag. Maar u gaat voor in beide groepen? Ik ga in de evangelische gemeentes voor en ik ga in de Revo-zuil. Nee. Ik ga in de Gereformeerde gezinten voor, minus de Revo-zuil. Mm. Want daar mag ik niet. Dat begrijp ik wel. U heeft ook een boekje geschreven. Kent u dat gevoel? Ja, ik heb hem hier toevallig. Ja, gaat het ook over de kerk? Dit gaat over de kerk. Ja. Dit gaat ook over een hoofdstukje over die 80.000 die er iedere dag bij komen. Ja. Het gaat ook over, ik heb een column geschreven over het Coolblue geloof. Ja. Namelijk als ik op de snelweg rijd, dan zie ik zo'n blauw busje. En er staat voor 23,59 besteld. Ja. De volgende dag in huis. Dag, die cultuur, die zit in mijn hoofd en in jouw hoofd. En wij denken... Dat denken we niet, maar onbewust dat God, met eerbied gezegd, ook moet leveren. En liefst zo snel mogelijk. Ja. En als hij dat niet doet, dan zeggen we, nou, wat heb ik aan hem? Ja. Wat is nou het nut van geloof? Dus dit boekje dat analyseert hoe als het ware de cultuur waarin wij leven invloed heeft op mijn hoofd en op mijn hart. En jouw hoofd en hart ook. Ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. Laatste vraag, kort antwoord. Is er hoop voor de kerk in 2023? Er is hoop voor de kerk, want we hebben met kerst gevierd dat Jezus Christus een baby werd. Zich aan ons openbaarde, kwetsbaarheid. En we gaan op weg naar Goede Vrijdag. Mm-hmm. Daar zit de hoop.
Tegelijkertijd leven we in een cultuur die zo bezig is met de nuttigheidsvraag, dat als je niet kunt formuleren wat is nou het nut van geloof. En dat nut van het geloof zit niet in allerlei gevoelens, maar zit in de verzoening en de vergeving. Dank Andries Knevel voor dit openhartige gesprek.